Welkom bij de 10e en dus alweer de laatste aflevering van Bollies maken met korting op Heijlandspoort. En nu denk je, waarom sta je hier buiten en niet op de plek waar je altijd je bollies maakt? Dat komt omdat de 10e aflevering de special betekent. En ik heb jullie de afgelopen 3 afleveringen gevraagd om in de reacties jullie favoriete flavor achter te laten. Ik heb iets van 16 verschillende smaken en jullie hebben de squid flavor gekozen. Wat ik eigenlijk wel een beetje jammer vind, aangezien deze flavor de meest sterke en de meest vieze flavor eruit is. En je voelt hem al aankomen. Een flavor heeft een enorm sterke geur. En ik was dus echt wel benieuwd hoe een flavor zou smaken. En ik dacht, dit is misschien wel leuk voor in de video. Dus ik heb jullie de afgelopen 3 afleveringen laten kiezen. En daaruit is dus de squid flavor gekomen. Dus we gaan vandaag de squid flavor proeven. En hoop dat jullie het leuk vinden. Oké, jongens, ik heb hier dus een flesje flavor van Bolly Design Ingredients. En het is dus de squid flavor. En de squid flavor van Bolly Design Ingredients is een van de sterkste flavors die ik ooit heb geroken. Dus ga er nog even aan ruiken om alvast een goede indruk te krijgen van wat de smaak gaat worden. Er zit echt een enorm sterke geur aan. Dus ik ben benieuwd. Ik doe meestal 5 milliliter op een kilo bollies. Dus dat ga ik nou zeker niet pakken. Ik denk als ik ongeveer 1 à 2 milliliter binnenkrijg, dat dat al heel wat met je gaat doen. Je moet dus beseffen dat je van die kilo mix, waar je dus 5 milliliter bij doet, dat je daar dus ongeveer 1,3 kilo bollies van krijgt. Dus dat het best wel sterk spul is. En dat je daar dus niet te veel van in je mond wil krijgen. Eigenlijk wil ik er niks van in mijn mond krijgen. Maar ja, jullie hebben de squid flavor gekozen. Ik had liever een aardbei of een fruitige flavor gehad. Maar het zou nou eenmaal moeten. Dus ga nou een klein beetje inschenken. En dan gaan we maar beginnen. Ik heb hier echt maar een heel klein shotje. Van ongeveer 2 milliliter. Maar dat moet zeker wel genoeg zijn. Ik sta hier dus buiten. En echt alles ruikt dan naar de squid flavor. Dus dit ruikt wel echt enorm sterk. Oké, ik heb hier dus het shotje met squid flavor. En ik zie er wel echt heel erg tegenop. Het begint ook een beetje te regenen. Maar daar zie ik nog het minste tegenop. De geur die hier vanaf komt, die is echt ondraaglijk. Dus ik ga maar snel beginnen. Zoals de eerder ben ik er vanaf. Holy shit! Dit had ik er dus echt niet van verwacht. Het is echt enorm pittig. Het smaakt zo enorm sterk. Holy fuck! Oh, dit is echt niet te doen, jongens. Alles ruikt naar squid flavor. Alles smaakt naar squid flavor. Dit is echt niet te doen. Ik zou zeggen, probeer nooit de flavor uit. Ga het nooit niet zo puur proeven. Want dit kan echt niet goed voor je zijn. We zijn nu ongeveer 5 minuten aan het filmen. En alles ruikt naar de squid. En alles smaakt naar de squid. En ik blijf maar kokhalzen. Dit was echt geen slim idee. De squid flavor is er letterlijk door mijn neus uitgekomen. Dat maakt dat ik dus de hele tijd de squid flavor ruik. En ik proef hem dus ook nog steeds. We zijn al bijna 10 minuten verder. Dit is echt ondraaglijk. Probeer dit nooit na te doen, want dit is echt niet te doen. Of je moet heel erg van overgeven houden, maar verder is dit echt geen aanrader, jongens. En zeker geen squid flavor. Ugh.
jongens, we zijn ongeveer een kwartier verder. De water is helaas bijna op. Dus daar baal ik wel echt enorm van. Want we zijn dus een kwartier verder. En hier tussen mijn neus en mijn keel, dan voel ik het gewoon nog steeds zitten. En die smaak is echt zo intens, dat is echt niet normaal. Iedere keer als ik inadem via mijn neus, dan proef ik gewoon die squid flavor weer. En dan moet ik gewoon weer kokhalzen. Dat is gewoon echt niet te doen. En ik zal het ook echt zeker niet uitproberen. Want deze smaak is echt zo intens, dat is echt onbeschrijfelijk. Dit is nog zoveel erger dan de vorige video die ik heb gedaan. Die special, als je die nog niet hebt gezien, kijk even hierboven. Daar staat een linkje. En kijk ook even die special. Dan ga ik nog even proberen om bij te komen. Fucking nasty, jongens. Dit is echt niet te beschrijven. En ik had ook echt niet verwacht dat het zo heftig zou zijn. Er zat echt maar een klein kletje in de shotglaasje. Meer dan 2 milliliter zou het echt niet zijn geweest. En ik giet het zo in mijn mond. En in het begin denk ik, oh, het valt wel mee. En binnen 2 seconden, boom, squid flavor in je mond. En je voelde echt een soort pittigheid die helemaal door je mond heen trok. En voordat je het wist, stond je hier over te geven. Echt niet normaal, wat sterke smaak dat hier aan zit. Gadverdamme. Oké, jongens. Ik ben ongeveer een half uur later. En de smaak die is nog steeds niet uit mijn mond. Maar ik ga denk de video toch afsluiten. Dan kan hier denk ik nog een uur blijven staan. En de smaak die blijft maar in mijn mond. En ik blijf maar overgeven. Dus dat gaan we niet doen. Ik ga gewoon zo snel mogelijk naar huis. Ga ik mijn tanden poetsen. De water door mijn neus laten komen. Want ik ga echt kapot van deze smaak en geur. Dat is echt niet normaal. Vonden jullie dit een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan was dit de serie. Bollies maken met korting op Hengelsport. Dan zie ik jullie volgende week weer terug bij een nieuwe serie. Oké, jongens. We zijn ongeveer een uur later nadat ik het shotje heb ingenomen. En ik heb eigenlijk nog steeds niet aan kunnen rijden. Omdat ik nog steeds iedere keer kokhalsneiging heb. Het is gewoon echt niet te doen. Die smaak die is echt ondraaglijk. Ik heb het nog steeds gewoon in mijn mond. En die zo'n klein beetje ook niet. Je proeft het gewoon nog steeds. Dat duidelijk dat die squid flavor is. Dus ik denk dat ik nooit meer een squid body kan maken. Iedere keer als ik deze geur ga ruiken, denk ik dat ik echt wel over mijn nek ga.